De storm is op komst. Dat was een aantal maanden geleden nog de gedachte. Nu zitten we er middenin. Alhoewel, op Leisure Park het Berg valt er slechts een drupje regen als we ontwikkelaar rond mij moeten geloven. Natuurlijk merken wij er ook wat van. De maatschappij verandert. Uh, alle dingen worden opnieuw bekeken. Dus we hebben ons plan ook opnieuw bekeken in relatie tot de kredietcrisis. En we hebben er alle vertrouwen in dat we doorgaan. Zo rooskleurig kan het haast niet zijn, zou je denken. Maar HEA, projectontwikkelaar, zegt ongeveer hetzelfde over de miljoenen investering in de NAC-stadionontwikkeling. De economische crisis of de kredietcrisis-effect op de ontwikkeling bij het NAC-stadion: dan zeg ik van dus niet. Dus dat gaat gewoon door. En dat zeg ik gewoon met volste vertrouwen. Dat kan toch haast niet? Balkenende spreekt van een recessie. Het Centraal Planbureau voorspelt ook niet veel goeds. Maar hier strooien we met de miljoenen. De Baafse Berg is een ontwikkeling van een groot project. wat meerdere jaren gaat duren. En wij hopen te starten in 2012. En dat zal daarna zeker nog een ontwikkeldheid hebben van vijf jaar. Dus dat overleeft de kredietcrisis wel. Uiteindelijk heeft het wel effect, maar dat heeft het effect dat het misschien iets langer duurt voordat het, dat het allemaal klaar is. Dat is dus het hele eiereten. We moeten geduld hebben en ver vooruitkijken. over die crisis heen. Als je nu. In één keer alles gaat doen, niet meer gaat doen, wat je eigenlijk zou willen doen over, over heel lange tijd. Ja, dat is gewoon onzin, want deze crisis die gaat ook weer voorbij en dat zal wel een paar jaar duren. Maar je moet wel doorgaan en ons vak praat je over vijf jaar vooruit. Dus dat, uh, dat is een heel andere insteek. Steken, nog, ik zie alleen maar heel veel mooie nieuwe kansen. Welke kansen zijn dat? Nou, ik zie dat, je nu, uh, dat, we, dat wij nu echt werk gaan maken uh, om woningen te maken voor de, zeg maar de starters. Uh. Dat is wat je nu in één keer ziet. He, dus dat is eigenlijk heel positief. En we zien ook dat er eigenlijk gewoon best veel koopkracht is. En we zien dat de rente zakt. Niet iedereen ziet die kans op de woningmarkt. De Vereniging van Makelaars heeft een brandbrief gestuurd naar de overheid. met het dringende verzoek om maatregelen. En Meijers stopt ook al met de verkoop van huizen. Dus maar wij denken ook dat het eigenlijk wel weer goed voor de, mar dat het wel goed voor de markt is. om eens even een afkoelingsperiode te hebben. Wat wij merken is dat we gewoon uh, niet in staat zijn geweest de afgelopen jaren. Nieuwe kopers op de markt krijgen. En daar, kunnen we, daar is nu wel een voedingsbodem voor om dat juist wel te gaan doen. Dus partijen zullen daar heel erg op gaan, gaan, uh, gaan focussen. Waardoor er heel veel nieuwe klanten op de markt komen, die bijvoorbeeld geen huis hoeven te verkopen. Terug naar de NAC-stadionontwikkeling. De realisatieovereenkomst met de gemeente is nog altijd niet getekend. We houden u op de hoogte.